Yo mensen, goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe video. En wij gaan vandaag weer naar de zee en naar het zwembad. En vanmiddag gaat het weer onweren waarschijnlijk. Alleen dan iets eerder als bij het avondeten. Dus we gaan misschien weer een vette timelapse of zo maken van de onweer als dat gaat. Ja, dus dat gaan we lekker doen. En we zien wel of dat gaat onweren dus. En anders hebben we misschien wel een spectaculaire nightlapse of timelapse. We zien wel. Lekker bij het huisje even te eten, want we hebben namelijk vissticks zoals je kan zien. En, dus ik ga deze even alvast opeten en hier komen ook nog een paar op. Maar ja, niet alles past in één pan, hè. Reed het fucking hard, we gaan douchen. Fucking god, sorry! Ik sta hier in de rook, soort van. Jongens, het weer is gewoon ineens weer goed. Let op. Hey, heel de zon schijnt weer. Dus we gaan even naar het zwembad nog eentje. Dus, let's go. Mensen, jullie hebben nog één zwembad niet gezien, maar die kost geld. 4 euro, maar we hebben nou geen geld. Dus ik ga proberen gratis er binnen te komen. Kijken of het lukt. Het is eentje met twee glijbanen. Dus ik ga niet... Nee, dat was bijna tegen het golfkarretje. Ja. Dus ik ga proberen... Ja, daar zijn de glijbanen al. We gaan proberen er binnen te komen, maar ik ga dus niet de ingang filmen, want dat gaat sowieso niet lukken. Jongens, ik ben binnen, Tivoli. Die werd tegengehouden bij de poort, maar ik was gewoon stom en ik liep gewoon door. Dus ik ga even snel van de glijbaan en dan gaan we weer terug. Dikke lul dat ik ga betalen, jongen. Hey, nou jongens, let's go. We gaan er voor de ingang. Nou jongens, dat was leuk. Nou de andere nog. Ik ga nog twee keer van iedereen, van iedere glijbaan één. En doe ik even met de slow motion instellingen. Dus ik denk dat ik hem even ga verslomen zo meteen. You're gonna tear it apart. No
Jongens, we zijn klaar. Ik heb mijn beelden opgenomen, dus we gaan gauw weer terug. Want Timo staat bij de poort gewoon te wachten, want hij was dus stom om niet door te lopen. En die luisterde, hey, ze zei, oh stop. En ik loop gewoon door en hij, oh, zo deed hij. En ik liep gewoon door. Dus ik zei gewoon, kom gewoon, je moet niet zo aanstellen. Dus ik ga nou weer terug langs de ingang filmen en kijken wat ze zeggen. Oké, bij die zonneluifel moest je betalen. Daar bleef Timo staan en ik liep gewoon door. Hij werd teruggeroepen in ieder geval. Je bent een stomme goal ook, hè? Ja, loopt hij gewoon niet door. Wat zei ze? Ja, die ging helemaal gek doen. Wat? Ja, wat? Je moest gewoon doorlopen, gast. Je moest gewoon hier... Ik liep gewoon door. Ik schoon. Ik ging zo. Hij liep er zo daarheen. Toen was van stop, USB. Maar ik liep gewoon zo door, zo naar beneden kijkend. Ik ging gewoon daar ergens heen. En dan uiteindelijk kijk wel waar ik ben, weet je wel. En hij. Oh, ik stop maar. Zeg je nou tegen mij? Nee. Opnieuw daarheen. Ja, ik wil wel zwemmen eigenlijk. Hij wil wel zwemmen. Zullen we het gewoon doen? We gaan rennen. Hey, gewoon zo langs die poort, hoofd naar beneden. En dan als ze zeggen stop. Gewoon doorlopen. Hij heeft een idee, hij gaat bukken bij het raampje. Moet je kruipen, gast? Kruipen. Ga. Hij is vol. Go. Ga, Timo, ga! Hij maakt geluid. Kijk die gast. Kijk eens. Go, ga! Hij is gewoon binnen. Zijn nog een keer. Lekker Timo. Jongens, het is gelukt. Oh. Timo, ik ging er ook onderdoor. Mooi, dus, dit doe ik vaker hoor. Als je toch... Ja, we knallen tegen dat bocht aan, dat maakt het best wel lawaai. Leuk, we gaan weer verder met filmen, ja? Want nou kunnen we gewoon, daar hoeft hij niet meer te wachten op mij. Daarom deed ik zo kort. Maar nou, tijd zat, we gaan lekker van de glijbanen. Hey Timo, lekker van de glijbaan. Ja, ze zijn sowieso kut. Je hebt hier niks aan. Als je hier ooit bent, camping San Francisco, staat in de titel. Dit glijbaanpark, geen geld aan geven, gewoon bukken als je er toch heen wil. Jongens, let op, onder water. Dit is ook al zo dom verzonnen, hè. Hier komt die glijbaan uit en dan heb je hier dit bad, hè. Maar let op hoe je eruit kan. Je kan of via die trap daar zo, of je kan via de badrand. Maar dat is kut via de badrand, let op. Wie verzint dat nou? Ja. Hit them inside, coming with versatile. Hit them inside.
Nou, Timo gaat eerst. Oké, ik ga eerst. Dus, Van der Rooyen, let's go! Oké, Timo, wat vond je nou van de rode glijbaan? Helemaal kut. Waarom? Hij doet zeer. Hij doet fucking pijn. Dit zwempark is helemaal kut. Helemaal kut.